handje leger. Oké, soldaten, de leider van Team H hier, oftewel Dennis. We worden momenteel aangevallen door allemaal andere soldaten die ons willen vernietigen. Maar jullie moeten me helpen, oké? Hebben jullie dat allemaal begrepen? Oh ja, dat is waar ook. Ik heb nog geen soldaten. Het eerste wat we namelijk moeten doen bij de Battlefield Tycoon is een map maken met de planning erop. Natuurlijk al onze aanvallen die we gaan plannen en dat soort dingetjes. Alles wat we moeten weten om natuurlijk dit soort oorlogje te gaan winnen. Want we hebben daar de tegenstanders die telkens langs komen lopen. Oké, we moeten ons schuilen achter dit bord. Hij mag me niet zien voordat hij me aanvalt. Oké, hij loopt rechtdoor. Ik heb geen idee waar hij heen gaat. Maar het lijkt me handig als we de eerste soort van militairen gaan aannemen. En ik denk iemand die best wel goed is met een wapen, oftewel een rifleman. Soldaat, jij hoort bij Team H, oftewel bij ons leger. En jij moet de basis ten alle tijden beschermen. Heb je dat begrepen? Super, noem me maar generaal Dennis, oké? Er komt een enemy aan. Er komt een tegenstander aan. Ik schuil achter de bosjes. Rifleman, ik hoop dat je hebt geleerd wat je moet doen. Oké, we hebben ammo nodig. We hebben kogels nodig, wapens en dat soort dingen. Oké, de tegenstander komt eraan. Ik schuil me hier achter de bosjes. Kom op, rifleman, je komt net. Soldaat, laat zien wat ik je heb getraind. Wow! Oké, schiet nu op. We hebben een tegenstander neer. Enemy down, enemy down. Goed gedaan, goed gedaan. Ik heb het je goed geleerd. Hou de basis dan alle tijden in bescherming. We hebben een radiotent nodig. De radio natuurlijk, dat we kunnen bellen als we in paniek zijn. Dennis hier, over. Hallo, hoort iemand mij? Hallo? Ja, we worden aangevallen momenteel. Ik heb hulp nodig. Oké, volgens mij werkt dat zeker. We hebben natuurlijk ook een medic tent nodig. Er komen veel meer tegenstanders aan en we hebben maar één rifleman. Schiet ze neer, ze mogen niet ontsnappen. Pak ze. Oké, goed bezig, goed bezig. We kunnen jou trouwens ook upgraden uiteindelijk. En om de zoveel tijd krijgen we allemaal geld. Maar de medic tent is natuurlijk het soort van ziekenhuistentje. Mochten de soldaten gewond raken van Team Eentje, dan weten wij wel hoe we ze kunnen helpen. En laten we ook een lounge tent nemen, dat ze kunnen rusten mocht dat nodig zijn. Dat lijkt me ook wel handig. We hebben momenteel nog maar 95 euro, zoals je aan de linkerkant kan zien. En we worden momenteel betaald en we hebben 175. Oké, perfect. Hier kunnen we tijdelijk rusten, wat eten mocht er nodig zijn. En er komen steeds veel meer soldaten langs. Oké, we hebben iets van meerdere mensen nodig. Meer riflemans. Oké, laten we nog een rifleman inhuren. Oftewel nog een soldaat. En jullie kunnen jezelf natuurlijk ook aanmelden. Druk op de abonneerknop. Doe een duimpje omhoog. En laat weten in de reacties of jij bij het Team Eentje leger wil. Ik kan al jullie hulp wel gebruiken. Dus druk erop. We hebben natuurlijk wat extra tassen nodig. En wat slaapzakken. Dat ze kunnen rusten mocht dat nodig zijn. We moeten onze basis echt mega hard gaan upgraden. En kunnen we nou een tank kopen op deze kant? Oké, laten we gewoon een tank erbij kopen. 250 Robux voor een Tiger Tank? Oké, als we het beste en het sterkste leger ter wereld willen, hebben we dat echt wel nodig. Wow! Welkom, soldaat! Jij bestuurt vanaf nu de tank en ik noem jou Henk. Henk de tankbestuurder. Oké, ik steek snel over. Oh, hey! Iemand schoot erbij. Pak ze! Oké, goed bezig, goed bezig. Oké, we moeten hier extra beveiliging neer hebben. Een lantaarnpaal. Oké, dat is misschien voor als ze in het donker aanvallen, denk ik. Oké, we hebben echt van die... Ja, we hebben elektriciteit nodig bij onze basis, oké? We hebben veel meer geld nodig. En ik denk dat ik wel een ideetje heb wat ook op de planning staat. Op de planning staat namelijk dat we de winkel aan de linkerkant in moeten duiken. Dan moeten we vervolgens twee keer money kopen voor 250 Robux, waardoor we dubbel zo snel geld verdienen met ons leger. Wow, die tank blaast allemaal op gewoon. En wat we nog meer moesten doen volgens de planning stond erop, is een dive bomber. Oftewel een speciaal vliegtuig die onder zoveel tijd allemaal bommen laat vallen. En dat lijkt me ook wel een best wel goed iets om erbij te kopen natuurlijk. Laten we onze rifleman een soort van cursus gaan geven dat hij kan upgraden naar een betere. En kijk eens aan wat voor geweer hij nu heeft. En dit is het geweer wat hij eerst had natuurlijk. Onze basis wordt op deze manier al best wel sterk, maar ik denk dat we echt wel veel meer soldaten erbij moeten huren. Dus daar nemen we een extra rifleman. Hier noemen we een speaker natuurlijk, dat we alle alarmen en dat soort dingetjes kunnen afspelen. We moeten hier een soort van tentje hebben. En hier heb je allemaal barricades waar je kan schuilen. En ik denk dat we daar allemaal kratten en dat soort dingetjes neer moeten zetten met kogels, wapens. En dan kunnen de soldaten hier schuilen mochten er natuurlijk mensen langs kunnen komen. En we kunnen hier flamethrower game pass kopen. Wow! Oké, laten we die erbij kopen. 300 Robux voor een soldaat met een vlammenwerper. En we moeten snel zijn, want er komen heel wat mensen aan. Pak ze! Oké, ik schuil hier, ik schuil hier. Wow, alle soldaten daar worden in de brand gegooid.
gestoken. Of nou ja, de enemies. In dit geval de tegenstanders. Oké, we hebben veel meer nodig. We hebben hier allemaal draden nodig. Natuurlijk, prikkeldraad. We hebben een extra bunker nodig. Een gigantische bunker waar soldaten in kunnen vechten. We hebben extra support nodig. En laten we denk ik een sniper iemand inhuren. Met een sniper en een snipertoren en een commando game pass. 175 Robux, die komen er ook zeker bij. Ze komen echt met steeds meer en meer. Oké, op deze manier zijn we denk ik best wel goed beveiligd. We moeten hier natuurlijk ook nog prikkeldraad hebben. Een machinegeweer. Laten we iemand met een light machine gun neerleggen. Wow! Schiet ze neer, schiet ze neer! Aanvallen, aanvallen! We moeten hier allemaal boomstammen neerzetten voor de dekking. Een extra bunker. En laten we allemaal traps neerzetten overal. En ook, ja, we hebben ook tanktraps nodig. Als ze met een tank dadelijk komen, dan hebben we daar in ieder geval alvast traps voor. Kijk eens aan. Dan kunnen ze daar in ieder geval niet overheen. En ik denk dat het volgende wat we moeten kopen is natuurlijk stenen muurtjes. Waar we achter kunnen schuilen. En iemand die, ja, een armored iets heeft. Oké, ze komen in ieder geval niet meer onze basis in. Of nou ja, een paar nog wel. Maar hier staat een tank en dat soort dingetjes. We moeten veel meer gaan upgraden aan deze kant. We hebben een soort van poort nodig. We hebben hier een guard nodig die alles beveiligt. Dat niet zomaar iemand onze basis uit en binnenkomt. Een spotlight met een lamp voor in het donker wanneer er zomaar een indringer komt. En laten we hier een extra machinegeweer neerzetten. En ik denk dat we voor een light machine gun gaan. Kijk eens aan, we hebben daar ook wat troepen staan die ons kunnen beschermen. En onze basis ziet er op deze manier al echt mega vet uit, kan ik je vertellen. Eens even met de generalen van de andere basis gaan praten. Dennis hier, leider van Team Age. Ik wil met je spreken. Ik wil een wapenstilstand. Wij zijn veel sterker. Je moet niet zomaar zollen met hashtag Team Eentje, oké? Want Team Eentje is het beste leger wat er bestaat. Momenteel hebben we €3.695 en de basis staat er al best wel goed bij. Maar ik denk dat we nog meer dingen nodig hebben. Ze vallen al steeds meer aan. Ze stappen uit allemaal tanks en ze komen nu ook met voertuigen, zie ik. Oké, we hebben armored voertuigen nodig. Een jeep, denk ik. Pak ze, schiet ze allemaal neer! Onze basis moet goed beveiligd zijn. De Team Eentje soldaten mogen niet sneuvelen. Oké, we moeten onze basis gaan uitbreiden aan deze kant. Met een mega hoge toren. Een uitkijktoren natuurlijk op deze manier. En we moeten denk ik ook een soort van wapen hebben waarmee we dingen uit de lucht kunnen schieten. En ik denk dat dit perfect is. Kijk, daarmee kunnen we alle voertuigen uitschakelen. We hebben een extra rifleman nodig. Een extra stenen muur. Een koffietafel. We zijn hier een soort van oorlog aan het voeren. Er is geen tijd voor koffie. Als de Team Eentje soldaten koffie willen, dan krijgen jullie koffie, oké? Ik wil dat jullie het beste leger en het sterkste leger worden. Oké, we nemen extra muren. We nemen hier nog meer muren erbij. En kijk, onze basis nu al. Oké, ik denk dat dat mijn kantoortje gaat worden. We leggen hier een weg aan. Dat we hier natuurlijk wat meer tanktraps kwijt kunnen. Een checkpoint. En laten we daar ook een spotlight neerzetten. Kijk hoe perfect het eruit ziet. En volgens mij komen ze echt met heel erg veel mensen naar. Oké, we moeten iedereen gaan upgraden uiteindelijk. Deze wordt nu geupgraded. Oké, elke rifleman die we hebben moet geupgraded worden. Jij wordt ook geupgraded. Je krijgt een beter wapen. Wat is dit? Kunnen we nou Captain America inhuren die ons gaat beschermen? Captain America is een superheld. Jou moeten we wel hebben. 450 Robux. Oké, maar als we jou hebben, dan hebben we zeker het sterkste leger ter wereld. Ik bedoel, er gaat niemand boven Captain America. Kijk hem nou. We hebben gewoon Captain America in onze eigen legerbasis. We worden echt met mega veel aangevallen. Ik moet schuilen, ik moet schuilen. Oké, ik ga de toren in. Mochten jullie al willen dat ik verder ga met deze legerbasis, laat het achter in de reacties en doe een duimpje omhoog, want ik moet nu schuilen, want het wordt heel erg chaos. Zoek dekking, zoek dekking!